Ik ben Marcel Daan, ik geef koken en serveren op het Oostvaderscollege in Almere. Dus horecalessen, dus theorie, praktijk, alles wat met horeca te maken. Ja, ik vond het leerzaam, leuk. Vooral interessant om te zien hoe leerlingen reageren. En ook de antwoorden zijn verrassend leuk. Ook de interactie tussen de leerlingen en de discussie die er daarna ontstaat over de antwoorden die zijn gegeven. Wat vond je verrassend? Nou, dat ze me allemaal een goede docent vonden. En dat ze het lastig vonden om tips mee te geven. Dat vond ik verrassend. Ik had wel verwacht dat ze van tevoren al nagedacht hadden. Dat had ik ook gezegd. Van nou, het gaat om verbeterpunten. Dingen die heel goed gaan. Dat je daarover nadenkt. Die je straks gaat geven. En dan op het moment dat we daar zitten. Dat ze dan toch moeite hebben om dat dan toch neer te zetten. Dus dat ze alleen maar top zouden hebben. Dat vond ik wel verrassend eigenlijk. Ik denk dat het ontzettend nuttig kan zijn voor leraren. Omdat het heel belangrijk is dat je je lessen evalueert. En dat je ziet wat je of hoort van leerlingen wat beter zou kunnen. Of waar hun van denken dat het beter zou kunnen. Je gaat in ieder geval over nadenken. En ik denk dat dat een hele grote stap is. Ik heb ervan geleerd dat deze app, ik gebruikte dit al op papier. Ik denk dat dit vriendelijker is voor leerlingen om dit te gebruiken. Sowieso omdat ze met een mobiele telefoon mogen doen. En ik denk dat dit een makkelijke manier is om feedback te vragen aan leerlingen. Dat is mijn les van onze les. Mooi in onderwijs is denk ik dat je leerlingen ziet groeien, lopende een proces. Dus dat kan in een korte periode zijn, maar er zijn natuurlijk ook leerlingen die er al langere tijd voor nodig hebben. Je ziet ze eigenlijk langzaam volwassen worden. Sommigen wat sneller dan de anderen, maar dat is een mooi proces. En dat ik daar iets aan bij mag dragen, dat is mooi van onderwijs denk ik. Ik denk dat of je nou dat je niet bang moet zijn om feedback van je leerlingen te krijgen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat het juist bijdraagt aan het gesprek ook wat je met leerlingen hebt gewoon. En dat je daardoor je lessen kan verbeteren. En als je zelf je les kan verbeteren, dan geef je op een veel prettige manier les. Dan ga je niet met een bibbelende onderlip de deur uit aan het einde van de dag. Hoef je niet 2 weken per jaar ziek te zijn. Kun je prettiger werken.